Dames en heren, partijgenoten, dank u wel. Ik ben intens dankbaar voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. Zowel van de mensen die al heel lang lid zijn, als van de bijna 3000 nieuwe leden. Sommigen van hen zijn terug van weg geweest. Anderen zijn voor het eerst bij onze partij. Wees welkom. Maar ik wil allereerst Diederik bedanken voor de mooie en zware jaren die we achter ons hebben. Bedanken voor zijn moed en doorzettingsvermogen. Diederik heeft een geweldige campagne gevoerd met een aanstekelijke strijdlust. Ondersteund door fantastische vrijwilligers. Dus hulde voor die campagne, hulde voor de afgelopen jaren en hulde voor iedereen die hem de afgelopen weken geholpen heeft. Ik vond het niet makkelijk om het op te nemen tegen Diederik Samson. En dat hebben we allebei gevoeld. Maar ik heb het gedaan omdat ik ervan overtuigd ben dat de tijd waarin we leven vraagt om een andere koers. En met een stem op mij hebben de leden daar ook steun aan gegeven. En die koers zou ik zo willen samenvatten. Een sociale economie. Een fatsoenlijke samenleving. Streng en liefdevol. Maar vooral een Nederland waar iedereen trots op kan zijn. En dat is nodig om op 15 maart een vuist te kunnen maken. Een krachtig geluid van saamhorigheid. Saamhorigheid tegen rechtse politiek, rechtseconomische politiek, zoals van de VVD, die vindt dat je het in je eentje maar moet zien te rooien. Maar ook een progressief en verbindend antwoord op Wilders, die groepen tegenover elkaar zet. Dit is dus niet het einde van de strijd, maar pas het begin van de strijd voor Nederland. En dames en heren, ik ben trots op Nederland. We hebben heel veel om dankbaar voor te zijn. We leven in een prachtig land. En toch is er reden om ons zorgen te maken. Zorgen over wat er gebeurt met banen nu de economie zo snel verandert. Zorgen over hoe we onze planeet doorgeven aan een nieuwe generatie. Hebben we nog voldoende grip op ons leven, op wat er allemaal gebeurt? En als je ziek bent of hulp nodig hebt, kun je dan rekenen op aandacht en op ondersteuning? Hoe zal Nederland er straks uitzien met zoveel nieuwe mensen met een hele andere achtergrond? Mag je nog zijn wie je wil zijn? Zullen we allemaal geaccepteerd worden? En kijk dan hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Er wordt te veel geschreeuwd en er wordt nauwelijks nog naar elkaar geluisterd. Mensen eisen wel hun eigen rechten op, maar hebben moeite om dat recht aan een ander te gunnen. Met Brexit vers in het geheugen, 4 jaar president Trump voor de boeg en in ons land Geert Wilders aan kop in de peiling. En Wilders surft op een golf van angst, speelt mensen uit elkaar. Maar zondebokpolitiek mag nooit, nooit het antwoord zijn en is nooit de oplossing voor de reële problemen van mensen. Ik ben boos dat Geert Wilders ook vandaag de dag nog steeds bedreigd wordt. En ik bewonder zijn moed om desondanks zijn mening te uiten. Maar tegelijk zeg ik tegen iedereen. Iedereen die knaagt aan de fundamenten van onze rechtsstaat. Iedereen die onze vrije samenleving wil aantasten, dat ik er zal staan. Om een krachtig weerwoord te bieden. Namens alle mensen in Nederland die het samen willen doen. En ik wil die strijd tegen Wilders niet in een rechtbank voeren, maar in het politieke debat. En ik daag hem daartoe uit. Want Wilders ziet geen mensen, maar verdachten. Hij strooit met Koranteksten, maar verloochent onze eigen grondwet. En dat is verwerpelijk. Alles in mij verzet zich tegen politiek van verdeeldheid. En politiek gaat om het bieden van een alternatief, van weerwoord. Politiek gaat erover om te voorkomen dat we straks moeten kiezen. Dus een economische politiek van rechts, van Mark Rutte, en een politiek van verdeeldheid van Geert Wilders. Daartussen, in plaats daarvan, komt een sterk,
een links, een progressief en een sociaal alternatief. En dat gaat de Partij van de Arbeid bieden. Laten we niet onderschatten waar de onvrede vandaan komt. Onvrede over hoe de spelregels nu werken in onze samenleving. Onrecht dat mensen ervaren. En eerlijker en betere spelregels zijn nodig. Voor de banken. Eerlijker en betere spelregels voor onze economie. Eerlijker en betere spelregels voor de verdeling van kennis, macht en inkomen. Eerlijker en betere spelregels voor Nederlandse werknemers. En dan zijn er altijd een hoop mensen die zeggen, ja, die spelregels veranderen, dat kan niet, dat lukt toch niet. Kijk maar naar de VVD. Die zegt eigenlijk in het programma, het is wel goed zo. Wat we zouden moeten doen is de sociale bescherming verminderen, afbreken. Terwijl ik weet zeker dat het wel anders kan. En dat we juist door te durven het land kunnen veranderen. Ik heb in de 4 jaar dat ik minister ben, onze bondgenoten leren kennen. Dus laten we samen met de vakbeweging. Samen met andere progressieve partijen strijden voor bescherming en waardering en respect van werknemers en zelfstandigen. Laten de werkgevers en de ondernemers ondersteunen die zich wel inzetten voor hun eigen mensen. Laten we de Europese spelregels veranderen. Veranderen, zodat eindelijk de werknemers weer eens gesteund worden. Laten we stoppen met arbeidsmigratie die in feite alleen maar bedoeld is om lonen te drukken. Laten we bestaanszekerheid zien als meer dan alleen het inkomen. Bestaanszekerheid is het recht om mee te kunnen doen. Weten dat er een plek voor jou is. Door 100.000 nieuwe banen te creëren. Door de aanval te openen op oneerlijke migratie. En door de aanval van de anderen op het ontslag, op ontslagbescherming, af te slaan. Bestaanszekerheid gaat ook over het recht op goede zorg. Over het recht op een beschaafde behandeling. Dus moeten we stoppen met kunstmatige concurrentie tussen dokters. En moeten we de patiënt, het belang van de patiënt voorop stellen. Het eigen risico is nu voor velen een straf op ziek zijn. Dat eigen risico gaat de Partij van de Arbeid dus afschaffen. Dames en heren, dit is het moment om op te staan. Op te staan voor een andere samenleving. Waar kansen gelijk verdeeld worden. Waar hard werken beloond wordt. En waar we minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren. Opstaan voor vooruitgang. Ik moet zeggen, als ik nou niet in de politiek had gezeten, dan was ik er misschien vandaag wel ingestapt. Ik ben opgevoed in het besef dat een democratische rechtsstaat, waarin je vrijheden hebt, waarin iedereen beschermd wordt, waarin je de mening van de een evenveel telt als die van de ander. Ik ben opgevoed in het besef dat dat iets heel fragiels is. En dat het iets bijzonders is. En dat het iets is om te koesteren. En dat het dus ook de moeite waard is om je daarvoor in te zetten. Dat het nobel is je in te zetten voor de rechten van een ander en niet alleen voor jezelf. Ja, alles van waarde is weerloos. Maar het is ook de moeite waard om daarvoor op te komen, om daarvoor te vechten. En die opvoeding heeft mij hier gebracht. Die opvoeding voel ik als een opdracht. En dat betekent dat voor u een strijdbare leider staat. Een strijdbare leider, want progressief Nederland moet weer een krachtig stem krijgen. Trots op Nederland is te belangrijk om te laten kapen door rechtse partijen die met vlaggetjes zwaaien. Trots op Nederland is bedoeld voor iedereen in dit land, ongeacht hoe je eruit ziet, ongeacht wat je gelooft. Dus laten we weer principieel durven zijn. En laten we weer met trots opkomen voor onze idealen. En ja, compromissen sluiten hoort bij het leven. Maar onze waarden zijn ononderhandelbaar. En principieel zijn betekent opkomen voor waardering en respect voor iedereen die werkt. Principieel zijn betekent opkomen voor de rechten van vrouwen
en meisjes. Principieel zijn betekent opkomen voor de vrijheid van homo's. En principieel zijn betekent de vrije samenleving verdedigen tegen religieus extremisme. Principieel zijn betekent veiligheid gunnen aan ieder mens om zichzelf te zijn. Om zichzelf te uiten. Om zijn eigen keuzes te maken. Dames en heren, ik ben 4 jaar vicepremier van Nederland. En ik heb gezien hoe dit land gedragen wordt. Gedragen wordt door mensen die zich iedere dag inzetten voor anderen. Laten we die levenslijn herstellen. Met de onderwijzers, met de activisten, met de vakbondsleden, met de kunstenaars, met de vrijwilligers, met de taalcoaches, met de buurtvaders. Met al die mensen die dag in dag uit onze idealen, de idealen van Nederland, in de praktijk brengen. Met al die moedige mensen die dwars tegen de tijdgeest in werken aan idealen en daar succes in boeken. De Partij van de Arbeid moet de wind zijn onder hun vleugels. Er is een meerderheid van Nederlanders. Er is een meerderheid van Nederlanders die weet dat je samen verder komt dan alleen. Er is een meerderheid van Nederlanders die hecht aan fatsoen. Er is een meerderheid van Nederlanders die genoeg heeft van het geschreeuw. Er is een meerderheid van Nederlanders die weet dat ieder mens bescherming nodig heeft. Dat we allemaal pech tegen kunnen komen in ons leven. En die meerderheid moet niet langer stil zijn. Die meerderheid moet zich laten horen. Het progressieve geluid. Het trots zijn op een Nederland waar iedereen trots op kan zijn. Die stem moet harder klinken. Waar nu gefluisterd wordt, mensen die zich bijna excuseren, omdat ze, ja, nog steeds geloven in onze idealen, moet de kin omhoog en de borst vooruit. Die meerderheid mag niet langer zwijgen, want het gaat er nu echt om. Denk aan Trump, denk aan Brexit, denk aan Wilders. Als mensen zeggen, we laten ons land niet afpakken, dan zeg ik nee, dat laten we inderdaad niet doen. Niet door de verdelers, niet door de schreeuwers, niet door degenen die zeggen dat je in je eentje beter af bent. Nee, het land bouwen we samen, steen voor steen. Het land maken we samen, door iedereen zijn stem te gunnen. Er is op 15 maart een progressief, een sociaal alternatief nodig. En daarvoor is een sterke Partij van de Arbeid nodig. En die sterke Partij van de Arbeid bouwen wij vanaf vandaag met de Verenigde Partijen. Niet door op anderen af te geven, maar door het samen te doen. Door bondgenoten te herkennen en te omarmen. Door de vakbeweging mee te nemen. Door de vrije geesten aan te spreken. Maar één ding weet ik zeker. Trots zijn op Nederland moet weer weggelegd zijn voor iedereen. En een progressieve toekomst van dit land is mogelijk. En daarvoor is nodig dat we een beroep op elkaar durven te doen. Dat we elkaar aanspreken om niet langer te zwijgen. Dat we elkaar aanspreken om een stap naar voren te doen. Om op te staan. Op te staan voor een vrije en sociale samenleving. En dat beroep doe ik hier. Vandaag op u. En via u op iedereen. Dit is het moment. Met de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Met de Partij van de Arbeid lokaal. Maar veel meer nog. Met al die mensen die nu zorgen hebben over waar het naartoe gaat met Nederland. Al die mensen die ook schouder aan schouder willen werken. Aan een land waar we trots op kunnen zijn, dat we met trots doorgeven aan een nieuwe generatie. We kunnen samen vormgeven aan de toekomst van Nederland. We kunnen laten zien dat die gure rechtse wind weerstaan kan worden. Een Nederland van onze dromen. Een land waar we ongelijkheid bestrijden in plaats van verklaren. Een land waar hard werken beloond wordt en gewaardeerd. Een land waar je hulp krijgt als je een keertje pech hebt. Waar we minder schreeuwen. En beter naar elkaar luisteren. Een land waar je zelf mag bepalen van wie je houdt, met wie je trouwt. Waar we zelf vrij zijn, maar vooral die vrijheid aan een ander gunnen. Met bescherming in plaats van onzekerheid. Met respect in plaats van racisme. Samen in plaats van ieder voor zich. Voor uitgang. Vanaf vandaag gaan wij als Verenigde Partij dat linkse geluid aanvoeren. Met nieuw elan en met onze rotsvaste. Vertrouwde idealen. Nederland heeft op 15 maart een sterke Partij van de Arbeid nodig. Wij hebben elkaar nodig. Het land heeft jullie nodig.
Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn. Dank jullie wel.